Russen gaan gebukt onder nieuwe roebelcrisis. Goedemiddag. De Russische munt, de roebel, zet zijn daling onafgebroken, bijna onafgebroken door. Vandaag gaat er weer ruim 1% af. Sinds het begin van het jaar heeft de roebel al een derde van zijn waarde verloren. Het is niet de eerste roebelcrisis. We gaan terug naar 1995, toen de Russen nog zo'n 4 roebel moesten neertellen voor 1 dollar. En daarmee konden ze zaken doen op de wereldmarkt. Toen kwam de eerste roebelcrisis. In de zomer van 1998, en toen moesten de Russen opeens 30 roebel gaan neertellen voor diezelfde dollar. Toen kwam de financiële crisis, toen zakte de roebel nog verder weg. En inmiddels moeten de Russen ruim 46 roebel neertellen voor 1 dollar. Het leven wordt snel duurder voor de Russen en de zorgen nemen toe. Ga naar Valentijn van Nieuwenhuizen in Den Haag bij ING. Valentijn, welke krachten duwen die roebel verder in elkaar? Nou ja, het is natuurlijk, denk ik, ons allen bekend dat er nogal wat onrust gaande is aan de grens met de Oekraïne en in de Oekraïne, waar Rusland een rol in speelt. Hè. En die crisis is natuurlijk een belangrijke factor, ook in de neerwaartse druk op de roebel. En daarnaast zie je natuurlijk dat als gevolg daarvan er ook onrust is bij zowel buitenlandse beleggers om in Rusland te beleggen, als mensen, laten we zeggen Russen zelf, die kapitaal aanhouden, die daarover twijfelen of ze dat nog wel moeten blijven doen en dat naar het buitenland brengen. En dus zie je dat zowel buitenlandse beleggers als Russen zelf kapitaal naar het buitenland sturen. Ja, dus het is een vertrouwenskwestie? Het is voor een groot deel een vertrouwenskwestie, maar je ziet natuurlijk tegelijkertijd dat de economie hier grote schade van ondervindt. Inflatie loopt op, er is onduidelijkheid over het monetair beleid. De politieke situatie is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Dus dat creëert allemaal neerwaartse druk. Ja. Hoe lang kan Rusland dit volhouden? Ja, kijk, wat in de achtergrond natuurlijk ook heel nadrukkelijk meespeelt is de ontwikkeling van de olieprijs. Dat is cruciaal voor de inkomsten van de Russische overheid. Is eigenlijk cruciaal voor de perspectieven van de Russische economie. En die maakt het allemaal nog lastiger. Ik zou niet zeggen dat op korte termijn die olieprijs al zo laag is dat het niet meer vol te houden is voor de Russen. Zullen ze best nog een tijdje kunnen doen. Maar het zal wel langzamerhand steeds meer druk genereren op de binnenlandse politiek en de economie van Rusland. Ja, want ze krijgen dus minder geld voor hun olie en gas. Maar de import wordt alleen maar duurder voor hen. Er moet toch op een gegeven moment worden nagedacht, ook bij de Centrale Bank van Rusland, om daar iets aan te doen. Valt er iets aan te doen? Ja, nou ja, kijk, dat is absoluut waar. Je hebt ook al eerder gezien dat de centrale bank nu eerder aan het verkrappen van monetair beleid denkt dan het, laten we zeggen, stimuleren door verdere verruiming van de economie. Dat is natuurlijk niet gek, want het inflatiebeeld is sterk verslechterd. Die loopt nu op. En zolang ze, wat ze wel hebben gezegd, de munt vrij laten bewegen, ja, dan kunnen ze daar in beperkte mate wat aan doen, maar niet volledig. Dat kunnen ze pas doen als ze bijvoorbeeld ook echt de koers van de munt gaan beïnvloeden. En dat is ook nog niet zo eenvoudig. Nee. Is dat wel een van de mogelijkheden? Nou, het is een mogelijkheid om het te proberen. Maar het is altijd een stuk moeilijker om je munt sterk te houden dan om hem doelmatig te verzwakken. Dat proberen ze bijvoorbeeld in Japan. Dat is een stuk eenvoudiger. Maar als de kapitaalstromen echt tegen je ingaan, dan is het zelfs voor een zeer gefocuste centrale bank lastig om die munt overeind te houden. Dus dat is maar de vraag of ze dat kunnen. Valentijn, dankjewel. In elk geval dus problemen voor de Russen zelf. De gevolgen van de roebelcrisis komen hard aan in de city, het financiële hart van Moskou. Onze correspondent Olaf Koens ging kijken. Welkom in de Moskouse city. Hier huizen de investeerders, de banken en de grote bedrijven. En de Mercury-toren, 37 meter hoger dan de Eiffeltoren. Dit had het financieel en economisch powerhouse van Europa moeten worden. Tot de crisis van 2008 werden de wolkenkrabbers hier tot hoog in de lucht gebouwd. Maar de crisis heeft er een stokje voor gestoken en inmiddels lijkt het erop dat de bouw voorlopig nog steeds niet afkomt. De roebelcrisis zorgt voor problemen. De bouwvakkers staan maar wat te lummelen. Werk is er bijna niet. En dat zorgt voor onrust. De koersverschillen herinneren de Russen aan het eind van de jaren 90, toen de roebel plots waardeloos werd. Misschien gaan we перейдем в условные единицы, как 98. Roebelcrisis, dollar-equivalenten, de financiële onrust zou Vladimir Poetin nog wel eens parten kunnen spelen. En komt Moskou City eigenlijk ooit nog af?
Строительство в России, оно не сильно связано с какими-то валютными вопросами. Дело, скорее всего, просто в особенности, в менталитете наших соотечественников. De Russen dus. Ze wachten af, maar de bomen groeien voorlopig niet langer tot in de hemel.